De kans bestaat dat de bouw van een nieuw ziekenhuis in de Mortieren in Middelburg niet doorgaat. Er zijn problemen om de financiering voor die plannen rond te krijgen. Het huidige ziekenhuis in Vlissingen zou dan blijven voortbestaan in zijn huidige vorm, want ook renovatie van dat ziekenhuis is zonder geldschieter financieel niet haalbaar. PZC-verslaggever Jan van Damme schrijft een weblog over Zeeuwse boeken en organiseert de PZC-verkiezing van het Zeeuwse boek. In de race om de eerste plaats staat het boek Black Mamba nog steeds aan kop. Ik zag net op de nieuwe stand nu dat Black Mamba een tussensprintje maakt en weer uitloopt. Dus ik hoop en ik verwacht ook dat het de hele week nog erg spannend zal blijven. En dat ook de nummer 2 nu, de bovenmussen, het nog goed gaat doen. Stemmen op het beste Zeeuwse boek kan nog eventjes op pzc.nl/boekenprijs. Als je nog niet gestemd hebt, kijk eens even wat er in de aanbieding is, want het kan op een week en uw stem kan net uitmaken. Volgens Greenpeace voldoet de stresstest die de kerncentrale Borssele onlangs hield niet aan de regels voor dit soort tests. Exploitant EPZ heeft een aantal rampscenario's genegeerd, omdat de kans dat die voor zouden komen erg klein is. Daarmee is de test echter wel onvolledig, oordeelt Greenpeace, dat een Oostenrijkse atoomdeskundige vroeg om een contra-expertise. EPZ brengt de resultaten van de stresstest binnenkort naar buiten. En dan nu, Zeeland in de media. In het tv-programma Hoe heurt het eigenlijk onderzocht Jort Kelder in hoeverre Badplaats Domburg geschikt is voor een tweede huis. Hij sprak met burgemeester Van der Zwaag en ging met makelaar Gert Josiassen naar de parel van Domburg. Ook een beetje de parel van heel Nederland, want volgens mij het duurste onroerend goed van het land. Per vierkante meter teruggerekend wel, ja. Ongeveer? €15.000 de vierkante meter. In RTL Nieuws aandacht voor de rechtszaak tegen Fred B., die verdacht wordt van de moord op het Middelburgse echtpaar Schroevers. In de uitzending werd de zwaar bewaakte Belg vergeleken met Hannibal Lecter. Die zat in de film Silence of the Lambs ook met handen en voeten en met een helm op vastgeketend in een cel. Het is een drukke week bij de Sluiskeeltunnel. Fred van Wegen en Kunstwerken is nog bij de tunnelsimulator van TNO en onderzoekt hoe de veiligheid verbeterd kan worden met geel-oranje of wit licht. Ik geef de voorkeur aan de witte verlichting. Dat is goed om te weten. Kees Paul van Veiligheid brengt een bezoek aan de brandweer om het scenario te oefenen voor een brand in de tunnel. En Ron Hiel, de aannemer, is bezig aan zijn 40-urige klus. Een spoorbrug een nieuwe basis geven. Hoe lang zijn we al bezig, Ron? Het is uur 25. Dat betekent dat we toch een aantal uren hebben verloren. Mede dankzij of niet dankzij het weer. We zijn heel benieuwd hoe het afloopt. Maar nu gaan we naar het onderzoek van Fred. Hoe beïnvloedt licht, rijgedrag en het oordeel van chauffeurs in de tunnel? Oranje licht is eigenlijk traditionele verlichting die je ook in de Westerschelde-tunnel aantreft. In de praktijk is wel gebleken dat sommige mensen dat niet zo plezierig vinden. Met dat witte licht heb je wel echt het idee, oké, ik zit onder de grond. Dan krijg je een beetje zo'n sensatie van het beton. En hoe zit dat dan met dat geel-oranje licht? Volgens psychologe Maartje de Goede. Oh, dat vind ik wat minder bedreigend uitzien of iets warmer overkomen. Nee, en dat kan alleen al effect hebben op mensen hun rijgedrag. Behalve kleurverschillen kan ook de afstand tussen de lampen variëren. Continu licht of puntverlichting. Continu licht kan vervelend zijn. Dat ze zo'n hele felle lichtlijn, dat ze dat vervelend vinden. En voor andere mensen vinden dat inderdaad onprettig, omdat je dan een soort flikkereffect krijgt van wel licht, geen licht. En waar hoopt Fred op? Nou, wij hopen eigenlijk dat het onderzoek weinig oplevert. Zo, dat klinkt niet echt wetenschappelijk. En waarom dan wel? Dat we eigenlijk gewoon een goed ontwerp hebben gemaakt en dat we er niet veel aan bij moeten sleutelen. Volgende week ronden we Rons 40-uren project af en starten we met de brandweeroefening van Kees Paul van Veiligheid. Kijken dus!